Hallo, mijn naam is Brian, partner bij House of Finance en Columbus Group en tevens ontwikkelaar van de Quickscans. De Quickscan is een tool voor bedrijfsleiders, vrijberoepen en medici die het maximale uit hun vermogen willen halen. Er wordt berekend hoeveel u jaarlijks kan besparen en hoeveel deze besparing u na 10, 20 en 30 jaar kan opleveren indien u hiermee gaat investeren. Daarnaast bespreken we een aantal van de 13 mogelijkheden om geld uit de vennootschap te halen en onderzoeken we welke van deze mogelijkheden u het meeste gaat opleveren. De QuickScan is een unieke tool in België en is gebaseerd op onze jarenlange expertise. Na het invullen van het formulier krijgt u een op maat gemaakte analyse recht in uw mailbox. Uw grootste kosten zijn alle mogelijkheden die u niet kent en bijgevolg ook niet benut. Laten we samen het formulier invullen om te ontdekken wat dit precies voor u kan betekenen. U kan de quickscan invullen via houseoffinance.be slash quick scan. Vervolgens klikt u op vernootschap en dan ziet u de velden die ingevuld moeten worden. De gegevens die dat gevraagd worden, zijn enerzijds cijfers van de vennootschap. En anderzijds het loon dat u zichzelf privé toekent. Daarnaast komen ook de liquide middelen, zowel privé als in de vernootschap, ook in de analyse te staan, vandaar dat deze ook gevraagd worden. Nu, waar u deze gegevens kunnen terugvinden zijn enerzijds in een loonfiche en anderzijds in een balans of resultatenrekening. De jaarlijkse omzet en winst voor belastingen, dat vindt u in een balans. Of in een uh, jaarrekening. Hier is een voorbeeld van een vernootschap die 660.796,5 euro omzet doet. Dus dat gaat u meestal helemaal van boven kunnen terugvinden. En het begint ook steeds met een 7. Dus een 7-rekening staat in de boekhouding voor inkomsten. Vervolgens gaat u naar winst voor belastingen. En dat vindt u dan eerder onderaan nadat al uw kosten gepasseerd zijn en waar we naar vragen is winst voor belastingen, dus uw resultaat van boekjaar oftewel winst voor belastingen. Deze twee gegevens vult u dus vervolgens in in de quickscan en daarna komen een aantal gegevens met betrekking tot uw verloningspakket. Deze vindt u dan terug in een loonfiche, waar dat u hier een voorbeeld van ziet. Er wordt gevraagd achter een bruto loon, dit noemt ook wel eens de periodieke bezoldiging. Ga in het bruto loon niet het bruto belastbaar loon ingeven, want dat gaat een vertekend beeld geven. Dus periodieke bezoldiging is hetgeen dat u nodig heeft. 2.900 euro in dit voorbeeld. Wat u ook kan terugvinden zijn gegevens zoals een aantal nettovergoedingen of extra legale voordelen zoals maaltijdchecks of een onkostenvergoeding, dat allemaal samen gaat dan vervolgens een netto-loon uh, vertegenwoordigen en het netto-loon, hier 2310,05, is ook een gegeven die ingevuld moet worden in het formulier. Nu, belangrijk is dat het netto-loon per maand exclusief de bovenstaande vergoedingen moeten zijn. Dus met bovenstaande vergoedingen bedoelen we de dagvergoeding, onkostenvergoeding, huur, privéwoning en maaltijdchecks. Dus indien u net zoals in dit voorbeeld een netto-loon heeft staan waar dat een maaltijdvergoeding van 272 euro al in zit, dan dient u die 2310,05 min 272 euro te doen. Moest u maaltijdchecks hebben? Maaltijdchecks zijn vaak niet mee in uw netto-loon meegerekend, deze komen vaker nog bovenop. Dus controleer dat even als u hier boven netto nog een bepaald bedrag ziet staan dat uw netto-loon verhoogt en als dat het geval is trek je dat van uw netto-loon af. Door het vakje aan te vinken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en vervolgens klikt u op de groene knop, namelijk minder belastingen betalen. De op maat gemaakte analyse komt in uw mailbox terecht wanneer dat u een bijlage klikt op de pdf, ziet u al meteen of er al dan niet optimalisatiemogelijkheden zijn. Op pagina 2 gaan we meer in detail over de mogelijkheden. En hier ziet u dus dat aan de hand van 13 technieken u een maximale belastingdruk van 32% kan hebben. Dit voorbeeld heeft een 39,56% aan belastingdruk. En hoe dat deze besparing van 5.099,29 euro per jaar gekomen is, is door hetzelfde netto-loon te nemen en vervolgens af te zetten met hetzelfde netto-loon, maar dan met een lagere belastingsdruk van 32%. Indien dat u deze besparing op 10, 20 of 30 jaar gaat beleggen aan een rendement van 4,25%, dan ziet u na 10 jaar 61.937, op 20 jaar 155.847 en 30 jaar 298.234. Op die manier kan u uw belastingsbesparing een hefboom-effect geven om meer vermogen op te bouwen. Op de derde pagina ziet u mogelijkheden om uw winstoptimalisatie te gaan uitvoeren, Winst voor belastingen was hier 62.527 en een aantal van de 13 verschillende mogelijkheden staan hier op De berekening dat hier gebeurd is, is door liquidatiereserve, dividend, warrants en VIPZ of IPT tot en met pensioenleeftijd hetzelfde strategie te volgen, dus we nemen bijvoorbeeld liquidatiereserve, dat doen we elk jaar tot en met pensioenleeftijd. En het geld dat wordt geoptimaliseerd, wordt vervolgens opnieuw belegd. Dus in het geval van liquidatiereserve hebben we twee mogelijkheden. Ofwel gaan we in de vennootschap beleggen en het vervolgens op het einddatum privé halen, ofwel gaan we het meteen privé halen na vijf jaar en privé beleggen. En op die manier hebben we dus rekening gehouden met elke mogelijkheid die dat hierop staat. Met steeds het eindkapitaal berekent ook een rendement van 4,25%. Dus we combineren steeds fiscaal optimaliseren met vermogensopbouw. De eindkapitalen ziet u steeds staan voor elke techniek. En dan kan u ook al direct zelf gaan afstemmen welke van deze mogelijkheden het meest rendabel gaat zijn. In de kern gaat er nooit zoiets bestaan als één techniek en enkel die één techniek gaan doorzetten tot pensioen, maar gaan we eerder een combinatie maken van de verschillende mogelijkheden. We hebben ons beperkt tot een aantal van de dertien, maar uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden dan hier genoteerd staan. Vervolgens gaan we naar pagina 4 en dan ziet u wat meer uitleg over. Beleggen en waarom dat 4,25% waar wij rekening mee gehouden hebben eerder een conservatieve berekening is. Om daar heel, heel even snel door te gaan, de Wereldindex is een weerspiegeling van de wereldeconomie en sinds 1987 is het rendement 7,85% per jaar. Dus hier hebben we niet alleen rekening gehouden met risicovolle of conservatieve beleggingen, maar gewoon de wereldeconomie en hoe rendabel dat dat kan zijn. 4,25% is dus in onze ogen eerder conservatieve berekening, maar dan heeft u tenminste ook in beeld uh, wat dat rendabiliteit betekent en hoe vermogen op lange termijn via beleggingen kan oplopen of met andere woorden zelfs kan gaan beginnen renderen. Zoals u kan zien bevat de Quickscan inzichten om het maximale aan vermogen op te bouwen. Bij House of Finance zijn we dan ook gespecialiseerd in vermogensplanning. Indien u zich afvraagt op welke manieren wij u kunnen begeleiden of wat dat deze optimalisaties voor u kan betekenen, weet dan dat u altijd bij ons terecht kan.